Vandaag vertrekken we om 5:30 naar de luchthaven om onze vlucht te halen naar Nanchang. We are here on the almost the last concert. It's 6:45 p.m. So we are really tired and hungry and I don't know. So we are waiting for our tickets and check-in and then we travel and I hope we have a good concert. Helaas is het opstijgen nog niet voor onmiddellijk, omdat de mist alweer roet in ons eten komt gooien. We hebben vertraging met het vliegtuig, omdat er zeer veel mist was. Het is nu 9:40. De bedoeling was om 7:40 of zo te vertrekken. Dus redelijk veel vertraging. We hebben ook al eten gekregen, rijstpap. En wanneer gaan we vertrekken? Hopelijk. Niet zo lang, dat niet zo lang meer duurt. Ik hoop dat het niet zo lang meer duurt. We gaan naar Nanchang. Misschien. How you say the flight? De vlucht. De vlucht is een beetje laat. Live van op het vliegtuig. Het is nu 10:45 en het ziet er naar uit dat we eindelijk bijna zullen vertrekken. Eindelijk. Wat zijn je gaan studeren, Oscar? Oké. Ik ben muziekgeschiedenis aan het studeren. Zo flink. Ja. En lukt het? Oh ja. Ik hoop toch een beetje op de goede wil van de leerkracht. Vorig jaar speelden we al 2 concerten in Nanchang. We zitten in hetzelfde hotel, maar kregen een upgrade qua concertzaal. Het orkest is een beetje bang van de lange reis, maar eens onze dirigent Chris Thomas ervoor komt staan, komt er weer leven in de brouwerij. Onze reporter Trauke Elsen vraagt hem hoe hij erin slaagt om de muzikanten telkens weer het beste van zichzelf te laten geven. Slaagt je erin om het orkest in één keer super veel energie te geven en blij te maken en iedereen gaat ervoor? Hoe doet je dat? Dat weet ik niet. Ik doe maar wat. Hè. Ik doe wat ik het liefste doe. Zo goed mogelijk. En dan zien we wel. Hè. Est-ce que tu aimes bien notre chef, Chris? Ah, il est super, il a beaucoup de diversité, beaucoup d'entrain, toujours souriant et il donne envie de jouer, il donne envie de le regarder. He's very open about opinions and he's also very stable in conducting and he has a lot of good ideas. He has a really, really positive energy. I mean, he's also when in the rehearsal we know that some things are not going. He's always searching the positive things and try to clean all the things that is not going to just become, but it's never negative and I think it's quite important also in one conductor. Il est très positif et il sait comment gérer un groupe et il nous motive bien, je trouve. Kun je een beetje uitleg geven over het programma, hoe dat precies is opgebouwd? Ja, we hebben een selectie gemaakt. Kijk, het is altijd zo, onze Chinese promotor heeft altijd specifieke eisen of vragen. Dus we beginnen altijd begin het jaar met een programma samen te stellen waar op het einde van het jaar absoluut niks van overblijft. Maar de rode draad erdoor is wel dat we een evenwicht willen hebben tussen toegankelijke, populaire, bekendere klassieke muziek, dat onze Chinese vrienden hier het helemaal kunnen herkennen, of toch heel veel kunnen herkennen, wat toch wel geapprecieerd wordt. Niet zozeer in de grote steden, want daar zijn ze natuurlijk grote orkesten gewoon, maar we doen toch ook enkele concerten in de provinciesteden en dan is het toch wel goed om herkenbare dingen te hebben. En anderzijds staan we er toch altijd op dat we ook repertoire spelen, waar de muzikanten iets aan hebben natuurlijk. Hè. Dat is wel heel belangrijk, want daar doen we het eigenlijk wel voor. Hè.
verschil is dat ik het even niet over de muziek moet hebben, of mag hebben. Sociologisch hier, hè. Dus je ziet in China dat de levensstandaard enorm vooruit gaat. Dat gaat pijlsnel vooruit. Ik weet de eerste keer dat we hier in 2012 waren, in juli denk ik, ja, juli 2012. Ja, ik wist niet wat ik hier allemaal zag. En nu is dat, dat is een gigantisch verschil in de positieve zin. Wat is het verschil tussen het Chinese publiek en het publiek in België? Oh, dat valt te zien in welke regio dat je dat bekijkt. Als we naar Chengdu gaan bijvoorbeeld, daar zijn ze heel wat gewoon ondertussen. En dan zijn ze doorgaans gereserveerder. Dat ook eigenlijk niet helemaal waar is, want in België kan men ook aardig gereserveerd uit de hoek komen. Maar laten we zeggen gereserveerder, maar dan tegen het einde, als ze merken dat het allemaal kan, om toch eens enthousiast te zijn, dan, ja, zoals ze dat dan in Vlaams zeggen, dan breken ze het kot wel een keer af. Terwijl in België is dat een gematigdere opbouw en als het dan goed is, dan is er natuurlijk heel veel enthousiasme. Dat is iets dat Frascati wel regelmatig kan creëren, omdat het allemaal jonge mensen zijn die de allerliefste plaats in de wereld waar die op die moment zijn, is namelijk op dat podium. En dat voelt je natuurlijk in de zaal en dus dat heeft in België ook wel effect. Socialistisch systeem waarbij de overheid toch wel heel veel oplegt. Dus mensen zijn eigenlijk gewoon om zo knip 180 graden te draaien en dan gewoon door te doen alsof er niks aan de hand is. Ja, dat geeft natuurlijk soms wel hilarische situaties of net heel frustrerende situaties die dan ook wel weer hilarisch worden. Ik denk bijvoorbeeld aan onze promotor mevrouw Fang die de meest absurde dingen kan bedenken om de situatie compleet onmogelijk te maken, maar uiteindelijk komt dat allemaal wel goed. Nou ja, dat is die cultuur bij ons, ja, dat zal op die manier niet werken. Maar, ja. Dus dat geeft af en toe wel een humoristische situatie.